Dit keer protesteren boeren niet, maar verspreiden ze het symbool van de Vierdaagse. Dinsdagmiddag verkochten boeren gladiolen in het centrum van Nijmegen. Wij verkopen hier in de stad van Nijmegen de gladiolen voor een goed doel. Want telers zitten een beetje omhoog weer met de gladiolen, omdat vorig jaar en ook dit jaar met corona geen activiteiten zijn. Geen Vierdaagse, hartstikke jammer. En toch proberen wij hier een beetje gladiolen te verkopen. Voor het goede doel, voor het Mariekehuis. Er is een inhaalzorg en daar dragen wij aan bij om daar een klein beetje geld voor in hun laadje te krijgen. Dus wij verkopen de gladiolen in de stad, maken daar een mooie boer-burgerverbinding mee. En dat gaat lukken, want we hebben 4500 gladiolen. Flink opgeschaald ten opzichte van vorig jaar. Want vorig jaar, ook onder deze mooie omstandigheden, weersomstandigheden, ging dat fantastisch. Mensen zijn er hartstikke enthousiast over om een bosje te kopen voor het goede doel. Voor het Mariekehuis is het geld hard nodig? Ja, kijk, dat draait allemaal op vrijwilligers en op giften. Hè? Dat is geen dicht gesubsidieerde professionele club. Ik vind overigens dat ze hartstikke professioneel werken. Maar het is wel afhankelijk van giften. Bijdragen en dus deze actie zal zonder meer weer bijdragen om het Mariekehuis en iedereen die daar wil komen weer vooruit te helpen. Dus geef. Met de opbrengst kan het Mariekehuis onder andere activiteiten organiseren. Het belangrijkste naast activiteit is dat wij inloophuis zijn. Wat wil zeggen dat mensen bij ons binnen kunnen lopen. En het belangrijkste wat wij dan hebben voor onze gasten is tijd. Waar de reguliere zorg soms aan haar grenzen komt, kunnen wij de psychosociale steun bieden waar mensen geraakt door kanker zo'n behoefte aan hebben. Daarnaast bieden wij allerlei activiteiten aan in de zin van spreekuren in balans bij kanker, spreekuur werk en kanker, lichaamsgerichte activiteiten zoals yoga, healing, ook creatieve activiteiten, samen muziek maken, wandelgesprekken in de Goffert. Ja, het is een heel breed scala aan activiteiten voor jong en oud. Dus je kunt een hele hoop doen met het geld? Wij kunnen heel veel dingen doen met het geld en we hebben al wel wat behoorlijk wat plannen, want we zijn nu ook bezig met Kids Power, dus ook voor kinderen die geraakt zijn door kanker, in de zin broertjes of zusjes, ouders die kanker hebben of middelbare scholier. En het zijn niet alleen de ouderen die het Mariekehuis bezoeken, maar we richten ons ook op jongeren en op naastbestaanden. Dus het hele, nogmaals, iedereen die is geraakt door kanker.